We gaan als hele grote volwassen jongens versoppertje spelen. Zit je nou in de team? We zitten in de boom. Go! Deze guy. Jezus. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Mees en vandaag ben ik samen met Tim, Lars. Ah, Jezus! Yo! Ook nog met de twee grootste Mongolen, namelijk Timo en Olivier. En we staan vandaag weer in mijn huis. En de vorige keer had ik in de video gevraagd wat jullie wilden zien dat ik in dit huis ga doen. Jullie vinden het allemaal leuk, jullie vinden het allemaal cool. We gaan als hele grote volwassen jongens versoppertje spelen. Volg trouwens even puppy account van Timo, als je dat niet hebt gedaan. Laat mijn puppy account nog even goed zijn. Ik ga als eerste beginnen met zoeken. En degene die ik als eerste vind, die mag daarna zoeken. Simpel als dat. Ik ben benieuwd wie ik als eerste ga vinden. Heb je nou alvast zin in deze video? Laat dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden als je nieuw bent. En check ook iedereen in het ietsje. Ik heb een hele mooie lamp. Alle lichten gaan hier straks uit. Ik ben benieuwd wie ik als eerste ga vinden. Ik ga 2,5 minuut tellen. En ik ga kijken hoe snel ik iedereen kan vinden. Let's go! Timo, wat is je tactiek? Is een interview of zo? Dat is echt cool. Ja. Heb je ook een microfoon? Wacht even, ik moet even. Ja, ik ga gewoon heel erg mijn best doen om te verstoppen. En zorgen dat niemand me ziet. Maar ja, als ik hun niet zie, zien ze mij ook niet. Dus ik heb wel tactiek. Lars, wat is jouw tactiek? Een chipje eten. Hey, meisje. Nice. Mijn tactiek is ballon opblazen. En geluid maken, maar okay. Je altijd verstoppen. Van Olivier. Hey. Wat is jouw tactiek? Goed verstoppen. Ik ga hier mooi in zitten. En ik ga tot 2 minuten 30 tellen. De deur gaat open. De deur gaat dicht. En ik mag beginnen met zoeken. Ik heb niemand naar boven horen gaan, anders waren ze heel stil. Dus ik heb zo'n gevoel dat iedereen gewoon in de woonkamer zit. Ik ga de deur openmaken. Volgens mij had ik gezegd dat de lichten uit moesten, maar we gaan toch eventjes zoeken. Hoogstwaarschijnlijk zitten mensen buiten, maar ik zag hier een bank geplaatst. Hier ligt niemand onder de bank. Timo die ligt onder die bank. Lekker Timo, jij mag straks zoeken. Ik ga even boven op deze bank springen. Timo jongen. Hoe weet je dit? Die bank was ziek erg verschoven. Dat is één van de vier. Oh, je laat me ook gewoon liggen. Ja, ik laat. Oké, ik ga je even helpen. Wacht. 3, 2, 1. Zo'n bank. Helemaal eronderuit. Zo'n bank is nog best wel zwaar. Timo, dit ben ik niet van je gewend. Nee, ik dacht echt dat het een goede plek was. Maar je bent de eerste die gevonden is. En jongens, respect even onze drip. Kijk eens wat voor schoenen wij allebei aan hebben. Jij hebt ze er niet aan. Lekker hoor. We gaan door. 1 persoon heb ik gevonden. De lichten moesten hier eigenlijk uit. Hebben jullie aangelaten? Geen idee waarom. Daar ga ik sowieso kijken, want daar zit sowieso iemand. Maar ik ga ook eventjes hier kijken in mijn kamer. Oh, ik mag het licht helemaal niet aan. Waarom? Hier staat zelfs het licht aan. Ik weet al wat jullie gaan doen. Jullie hebben sowieso waterballonnen gevuld en jullie gaan op mijn waterballon gooien. Nee. Jeetje Lars. Oh, eindelijk. Deze was wel lijp hoor, dat je jezelf er zo in fronde. Nice. Je weet hoe lang je dan zit. Ja, ik geloof dat je hier lang zit. Weet je wat is? Ik zal even uitleggen hoe dit ging. Yo, kan je mijn gezicht ook zien. Ik stond zo in die kast. Dan dacht ik, hoe ga ik hier zo een uur staan? Dus ik dacht, ga zitten. Dus ik ging zo zitten, maar dit past niet. Dit is te veel spanning. Maar wacht, waarom bedenk je ook om als 2 meter guy in een kast te gaan zitten? Ja, nou goed. Het werkte en ik ben niet als eerst gevonden, dus... Nee, inderdaad. Nee. Ik dacht ook aan een bank die iets omhoog uit. Hier in de hoek zit ook niemand. Als iemand hier ligt, is hij echt dom. Nee. Dan zijn de overige 2 guys buiten en die hebben 100% waterballonnen gevuld met water. Dit zit er sowieso niet in, want deze is... Dit is wel knijtseng. Nee, doe jij dan. Gast. Ik toch de kleuren. Ah! Oh. Nee. Holy shit. Oké. Hier zit ze ook niet. Maar door die. Hé, hey, allemaal beesten! Pak die camera mee! Oké, Timo gaat naar binnen. Ik heb geen idee waar ze zitten, oprecht. Dit doen ze knap. Waar? Timo, jongen, deze man schrikt erg van. Lekker. You are. I'm waarom kom je hier? I'm from here. I'm living here.
So I'm going to be two in the room. Wat hè? Waar is Tim? Ik hoorde hier net geluid uitkomen. Waar is Tim? Ik heb geen idee. Ja. Ik keek om het hoekje, maar hier stond in één keer iemand. Ja, hier stond Olivier. Holy shit. Jij stond helemaal lep, Lazarus. Oh. Timo, ik bedoel Tim, ik hoop dat je in mijn tuin zit. Wat? If you go with the plane, how are you? Maar eventjes, jij weet jij waar Tim is? Yes, I know. Zit hij in onze tuin of zit hij hier? Yes. Zit hij echt in onze tuin? Where is the plane going? Zit hij echt in onze tuin? Where is the plane going? Ja, ik snap dat hij hier misschien bovenop zit of wat dan ook. Zit hij nou in de tuin? Zit in de boom? Fucking love. Je had het echt niet door hem eens. Nee, wat de heck? Nee, die kan je niet eens zien. Technisch gezien is dit niet mijn tuin. Je hebt gewonnen, hè? Yes! Ik heb trouwens Tim heel lang niet meer gezien. Nee, echt heel lang niet. En we gaan nu samen vakantie. Ik weet ook niet waar ik heen kijk, want ik kijk in een fel lichtje. Nice, lekker. Heel gezellig. En jij doet je eigen YouTube-kanaal, dus die moet ze even uitchecken. Dankjewel, Mees. Alsjeblieft. Het staat ergens, gun ik denk ik. Ja, in het i'tje. In de i'tje? In de i'tje. We gaan weer naar binnen. Man? En weet je wie ik mag zoeken? Boas? Timo. Echt? Ja, want Timo we gaan die... nog een potje doen. Maar dit is dus niet jullie tuin, dus nee. Ik moet in deze tuin blijven. Ja, ja. Oké, okay, duidelijk. Hey! Lars, je bent nog steeds chipje aan het eten, je schokt net knijterhard. Dus we gaan eventjes geluid, dus. Een leuk geluidje erachter. Zal ik het? Ik doe wel opnieuw een schreeuw. En dan doe je dat eronder. Zo komt nog een keer. En jij schok ook inderdaad. Maar wat ik dus wilde zeggen... Boas is hier, maar ik ben Boas nu kwijt. Hey. Viel mee. Ja, maar die schrok wel meer dan normaal. Ja, was een beetje, weet je wat? Oh, je hebt lekker gepoept, ik ruik het. Maar ik wilde zeggen, jij mag zoeken. Nee. Wel, want jij mag steenpuur schuiven tegen Timo. Ja. Oh! Ik wist het. Timo, jij mag zoeken, succes, wij gaan ons opstoppen. Nee, dat kon je helemaal niet weten. Ah. Dat is het hele ding van steenpuur schuiven, nee, want je niet weet wat de ander doet. Ik wist dat jij ging winnen, dat is altijd zo. Oh, ik wou je van. Jij bent hem en je krijgt nu weer een lekkere shout-out in mijn video. Zo moet je volgen. De vorige keer stond hij niet heel lang in het i'tje, want mijn video die moest verwerken en daarvoor deed hij het niet. Deze keer wel. 100k, let's go. 2,5 minuut. Oké, Hallo? Sorry, het is best wel laat, dus Oh! Deze guy! Nou, ik zie jullie zo. Laten we het daar opbouwen. Oké, ik heb nu 2,5 minuut gewacht en als het goed is kan ik gaan zoeken. Oké, daar kom ik. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Zo, degene die even op het kak is echt niet goed. Oh, je hebt lekker gepoept, ik ruik het. Hallo. De woonkamer. Hallo. Badkamer nummertje 2. Hallo. Op de wc, niemand. Ook niet onder de douche dan. Achter het douchegordijn. Nee, dan kunnen we hier door. Dan komen we gelijk op Mees zijn kamertje uit. Niemand. Hier. Ook niemand. Oké, ik liep net in de badkamer. En toen zag ik iedereen zo'n beetje naar het hok lopen. Waar ik had geteld. Dus jongens, we gaan zoveel mogelijk vinden in 3, 2, 1. Je zit zo dom. Boas is hier ook, hè? Boas weet je nog niet, die zit nog buiten. Ja, nee. Wij waren weer dom en jullie naar binnen gingen. Ik zag jullie ook allebei rennen. Ja. Oké, we gaan naar buiten. Hallo. Ja, kan jij even dat huisje openmaken? Die vertrouw ik niet namelijk. Ik ben echt bang dat hij helemaal laat. Hallo? Ik ben echt te bang. In de hoek. Hier. Zit niemand in. Nee, maar ik vertrouw het niet, hoor. Kom maar, moet even open. Ah, jammer. Schrok je? Ja. Lauw, nice. Maar er zit nog iemand in. Nee, niet. Kom maar mee. We hebben alles gehad. We gaan naar boven. Weet om die bril. Nee, niemand. Kom maar naar boven. We hebben hier ook nog een kamer. What the fuck? Ja! Yes. Deze gozer verveelt zich. Dus deze guy is gewoon rennend op stof in zijn huis. Deze guy. Hey, fuck.
Ja, daar heb ik nou niet op gerekend. Mag ik vragen wat je in mijn kamer... Ja, het zit hier in de sauna, man. Wat je in mijn kamer doet? Ik weet het even. Nou, verstoppen denk ik. Yes! Ik heb iedereen! Hoah! Boom! Je hebt lekker gezocht, Timo. Nee. Ik was wel de laatste, toch? Ja. Ja. Ja, de, maar ik als hoorde... ik niet had geschreeuwd, had nee, je niet ik hoorde daar zo, shh, dus ik dacht, loopt hij nou leeg of is dat? Tim, flipcheck. Ik ben mijn huis. 5. Van de shit, 4, 3, 2, 1. Ik was echt, ik wist niet waar ik ging landen. Lekker, ik wil je een high five geven, maar dat kan niet. Dit was best wel grappig verstoppertje, want je had eigenlijk geen goede verstopplekken. Ja. Doe jij anders even de outro dan, als jij zo graag er doorheen wilt gaan. Nou, dit was echt een superleuk verstoppertje. Het was wel super moeilijk, want je had echt heel veel verstopplekken. Hé, maar het is een hele dure stopzuiger, doe maar even niet. Eventjes. Wat doe jij nou eens? Doe maar even niet. Okay. Waarom moet er een andere video? Nu is de tijd om Olivier aan te vallen. Waarom moet er een andere video zo eindelijk? Jongens, wanneer deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Ja. Zullen we kijken? Oh, dat is mijn auto. Oh. Vond je deze video leuk? Laat dan zeker een duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren hier op mijn kanaal. En dan check jullie bij een nieuwe video. Later. Yo, later.